We gaan verder met de volgende spreker. Rob Jacobs. Goeie. De tijd loopt. De tijd loopt. Goedenavond. Voor mij belangrijk, ik kom hier eigenlijk vanavond om jullie hulp te vragen. Ik ben druk bezig een iPad-applicatie te ontwikkelen en ik heb jullie nodig. Waarom heb ik jullie nodig? Als je kijkt naar de wereld van applicaties ontwikkelen, dan zie je een aantal belangrijke dingen die steeds langskomen. Het moet er goed uitzien, het moet er plaatjes bevatten. Het moet een beetje gamey zijn, het moet spelletjesachtig zijn. Mensen moeten geconcentreerd blijven, je moet een lange aandacht kunnen vasthouden. En het moet op een tablet kunnen. Wat heb ik dan allemaal voor nodig? Nou, het is ingewikkelder dan je denkt. Als je kijkt naar een aantal onderzoeken, dan zie je bij de eerste onderzoek, zie je als je naar plaatjes kijkt. Nou, de meeste van jullie zullen het misschien niet kennen, maar er is een boek, Cosmographia, uit 1544. Eigenlijk de eerste Wikipedia die er was, maar al in een boekvorm. Belangrijk element in die tijd om vooral de hele wereld die er toen was in plaatjes te beschrijven. Dus zoiets moet het zijn. Als we kijken naar een spelletje, quizzen, kijk naar televisie, kijk naar de online wereld. Er zijn genoeg spelletjes te spelen waar je plezier van hebt. En als je naar de onderzoeken kijkt, zie je ook dat 70% van de Nederlanders een spelletje doen. Nou, even een heel snel testje. Wie speelt hier wel eens een game? Nou, ik denk bij deze groep zeker meer dan 70%. Dus dat is belangrijk. Concentratie, hoe lang hou ik nou mijn gebruiker vast? Een Harvard-onderzoek heeft uitgewezen dat eigenlijk tijdens een presentatie of tijdens het lezen van een boek 47% van de mensen eigenlijk al afdwaalt. Dus dat betekent tijdens mijn presentatie, die 2-3 minuten, zijn ongeveer de helft die zit al in iets anders te denken. De volgende, ik moet zo meteen presenteren, dan denk ik, goed, hoe laat ga ik weg, wanneer is het bier? Dus je dwaalt heel snel af. Het grappige is dat er maar één ding maar op 10% is, waarbij de concentratie afdaalt. Nou, iedereen kan zich ongeveer voorstellen wat dat is. Gokje, bij seks is dat zo. Dan is er maar 10% die afdwaalt. En ik weet niet wie dit zijn trouwens. En er zijn niet alleen de dames, meneer. Ja, dat is ook afdwalen, ja. Dus eigenlijk zijn er een aantal dingen die daar voor mij van belang zijn. Kijk je naar de tablet groeien de aankomende jaren. Volgens Gartner zit in 2010 op zo'n 20 miljoen tablets die er uitgegeven zijn. In 2014 zitten we ongeveer op de 154 miljoen tablets. Dus er is wel degelijk een markt voor. Dus wat belangrijk is eigenlijk moet dit allemaal bevatten. Het moet er gaming uitzien. Het moet goed grafisch design zijn. Het moet iets actueels zijn. Het moet ook nog geld mee te verdienen zijn. Nou, ik kom merken en namen tegen als een chief monetizing officer. Dus ik zoek eigenlijk jullie die tegen mij zeggen, oh, ik ga je helpen. Dit moet je doen. Op deze manier moet je het aanpakken. Op deze manier ga je het grafisch ontwikkelen. We gooien alles in een grote mixer. Dan komt er een prachtige applicatie uit. Als voorbeeld misschien wel de nieuwsquiz op de iPad. Een virtuele applicatie waarbij je op bepaalde vaste tijdstippen meedoet om een quiz te spelen. Waarbij je met grote groepen ook prijzen kunt winnen en daarmee aan de slag kunt gaan. Dus eigenlijk durf te vragen wie is in staat om zometeen te zeggen, hey, ik ga je helpen want ik heb een goed designbureau. Ik heb een goed creatief idee. Dus ik heb jullie hulp daarbij nodig. Dankjewel. Allemaal bij de borrel. Dankjewel. Jury. Ga je hoog of laag? Oeh. Oké, dankjewel.